Mijn naam is Andreas Ezinga, 46 jaar en vader van twee kinderen die op dit moment hier ook zijn en lekker zitten te spelen. 5 jaar geleden heb ik Ballorg overgenomen van de toenmalige oprichter. En sindsdien zijn we flink doorgegroeid naar op dit moment 36 vestigingen waarmee we marktleider in Nederland zijn. Ballorg is marktleider in Nederland met 36 vestigingen, waarvan 19 vestigingen in eigen beheer. We zijn niet alleen marktleider, we proberen ook steeds voorop te lopen. Met nieuwe ontwikkelingen voor de kinderen, verantwoord spelen, maar ook aandacht voor het verantwoord eten. Dat vinden wij belangrijk, niet alleen voor de ouder, maar natuurlijk ook zeker voor de kinderen. Ballorg probeert voortdurend te innoveren. We hebben aandacht voor kinderen van alle leeftijden. Niet alleen voor de baby's, maar ook voor de peuters en natuurlijk voor de oudere kinderen. Maar, dat vinden wij ook heel belangrijk, de ouder moet ook een plezierige tijd hebben. Dus die wil lekker zitten, die wil een goede bak koffie en die wil lekkere broodjes eten. Ballorg heeft dan wel 36 vestigingen in Nederland, maar eigenlijk zijn we nog steeds een klein familiebedrijf. Een heel aantal familieleden van de oprichter werken nog bij ons in het bedrijf. We hebben ook een aantal vestigingen en dat gevoel willen wij ook zeker vasthouden. Ballorg blijft zich voortdurend vernieuwen. Niet alleen de speeltoestellen, maar ook eten en drinken. Zo hebben we onlangs smoothies geïntroduceerd, salades geïntroduceerd en binnenkort zullen we ook met pizza's komen. Het moet lekker zijn, maar ook verantwoord. Dat vinden wij belangrijk. Het is een ongelooflijk trots dat we eindelijk na heel veel jaren ook een Ballorg zullen gaan krijgen in Alphen aan de Rijn. De mooie plaats midden in het groene hart. Ballorg Alphen aan de Rijn is gelokaliseerd naast het winkelcentrum De Baronie. Wat een gigantische trekkingskracht heeft op mensen van Alphen, maar ook daarbuiten. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.